Cyriel Dessers, een openingswedstrijd in de Eredivisie, jouw officiële debuut in de Eredivisie en twee keer scoren. Is dit een jongensboek? dit is een droom, absoluut. Ik was heel blij met het resultaat sowieso, maar het is natuurlijk ook heel fijn als spits om meteen te kunnen scoren. Het waren ook wel echt twee spitsen goaltjes, hè? Ja, zeker. Ik had het met Hans van der Haar hadden het er deze week nog over. Rebound, volgen, tussen de palen lopen. En dan is het, ja, hij is al heel blij geweest zijn dat deze er zo in zat. En die tweede was, ja, fantastische pas van Zakaria. En dan, ja, je moet hem maken als spits, maar het is niet simpel. En keeper kwam ook snel en goed, maar ik schoof hem onder zijn arm door. Dus heel blij met mijn goals. Op het moment dat Zakaria die bal naar jou toespeelt, wist je toen al, dit wordt hem? Nee. Zo zeker ben ik niet van mijn zaak, maar ik ben wel heel blij dat hem erin is gegaan, absoluut. Utrecht, je hebt het vast voorbij horen komen afgelopen week. Utrecht had sinds seizoen 2009-2010 de eerste wedstrijd van het seizoen niet gewonnen. Nu winnen jullie uit bij ADO met 3-0. Wat gaat de rest van het seizoen brengen? Ja, dat zullen we zien. Hè. Ik denk, allereerst moeten we woensdag tegen Zenit. Dat is al gewoon een heel mooie wedstrijd. Dat moeten ze dus gewoon puur genieten. Tegen zo'n Europese topploeg spelen niet elke dag. Maar ja, kijk, we zijn goed begonnen met de dubbele wedstrijden tegen Poznan. Nu goed competitie ingezet. Nu moeten we gewoon zien inderdaad, dat we deze lijn proberen door te trekken. Zijn jullie na het weekend nog koplopen? Dat is een moeilijke vraag, dat hangt af van andere ploegen. Hè. Maar ik hoop dat we gewoon over een paar wedstrijden ook nog bovenaan staan. Dat is het belangrijkste. Hè. Ja, wat de supporters dromen al een beetje van een titel. De titel, ja. De titel, dan zal misschien toch nog een aap uit de mouw moeten worden geschutseld à la Wesley Sneijder. Want de titel is natuurlijk wel heel moeilijk. Maar ja, dromen mag. Hè. Welke ga je vanavond het meest terugkijken? De eerste of de tweede? Ja, toch wel de tweede dan, denk ik. Maar ook die van Sander vond ik ook echt mooi. Ik zeg het, ik leg bal terug op Urbin, die schildert hem echt op het hoofd. Dus ja, kijk, ik ben echt ook heel blij voor Sander. Gewoon, alle twee komen uit de Jupiler League, dus topgevoel om die eerste wedstrijd meteen te kunnen scoren. Ja, en dan is de ban ook maar gelijk gebroken, toch? Ja, inderdaad. Dat was eigenlijk naar mijn gevoel eigenlijk al een beetje een Poznan. Als je die eerste hebt, dat is toch als spits toch wel... Dan is er toch een beetje druk af. Maar dan is het toch gewoon ook leuk om vandaag gewoon de eerste van de competitie te maken. Dat is toch ook iets speciaals. De druk was hoog inderdaad, omdat we een paar jaar niet meer hadden gewonnen in de openingswedstrijd. Maar ik ben blij dat we gewoon heel zakelijk, heel volwassen en een supergoeie uitslag hebben gehaald. Toen jij werd gepresenteerd bij Utrecht, werd er gezegd, je maakte er bij NAC vorig jaar 22, 23. Hoeveel ga je er bij Utrecht maken? Toen wilde je nog geen cijfer noemen. Nu heb je er al twee in liggen in de competitie. Worden het dubbele cijfers? Ik denk dat er een vloek rust op spitsen die een aantal noemen, dus ik ga dat niet doen, maar ik weet al zeker dat er meer dan twee zullen zijn.